Telesur heeft vanmorgen haar 15.000ste glasvezelklant aangesloten. Het telecommunicatiebedrijf heeft in 2021 meer klanten kunnen aansluiten dan het afgelopen jaar. Andreas Kallo is blij dat hij een internetaansluiting kon krijgen die dan ook goed zal worden gebruikt. Volgens Rahed Ghazi, manager Customer Care Relations, werkt Telesur hard aan om ondanks de situatie van het land, met name de COVID-19-pandemie, toch nog klanten te voorzien van goed internet. Ik vind het leuk dat ik een beter internet kan gebruik van jullie internet kan maken. Ja, waarvoor zal je uw internet allemaal gebruiken? Voor telefoon en mijn zoontje is vaak bezig, dus hij gaat zeker van genieten. En een vraagje, hoe lang heeft u gewacht daarvoor als u de aansluiting kon krijgen? Ik heb ongeveer 1,5 maand gewacht. Het is inderdaad een heugelijk feit dat we vandaag onze 15.000 hebben aangesloten. Zoals je ziet werken we heel hard eraan om dus de mensen allemaal over te nemen en nieuw aan te sluiten op het glasnetwerk. En voor ons als Telesur is het natuurlijk, ondanks COVID en ook dat we soms veel last hebben van de regen, dat we gewoon door blijven werken om onze targets te halen en de samenleving zo snel mogelijk te voorzien van goed internet. Ghazi geeft verder aan dat Telesur nog bezig is oude ADSL-systemen over te zetten naar glasvezel. Dat is een project dat klanten die op het oude kopernetwerk al een bestaande ADSL-aansluiting hebben, overplaatst op het glasvezelnetwerk. Dat is inderdaad EDA migratieproject. We waren een paar maanden geleden waren we op de 6000 aansluitingen die we moesten overnemen. En thans zijn we dan minder dan 2000 aansluitingen die we nog moeten overnemen. We mikken erop dat over 2 maanden dat we dit project ook afronden. We werken dus bijvoorbeeld in het Sofia-Sulusgebied, derde rijweggebied. In Wanica, de rest van Wanica werken we ook hard, Lelydorp. En nu zijn we ook bezig op het stukje Meerzorg, vlak na de brug, zijn we ook daar bezig. Telesur heeft nog veel werk in te halen en dat weten we. Maar het wordt aangepakt, zegt Ghazi. Aan degenen die nog een aansluiting moeten krijgen, vraagt Ghazi nog wat geduld. We werken hard, ondanks alle uitdagingen die we moeten traceren. De COVID, de lockdowns, de zware regens die we hebben gehad. Maar we werken aan, zoals je ziet, we hebben 15.000 aansluiting van het jaar gemaakt. Vorig jaar hadden we bijna 11.000. Dus van het jaar is het sowieso meer dan vorig jaar. En we gaan dus richting boven de 20.000 om aan te sluiten voor dit jaar. Dus nog even geduld. We werken hard eraan om dus u allemaal online te krijgen.